Ja, dat is terecht, want Go Hengelo komt op een percentage van 14,8. SP 13,8. CDA 10,0. Waarom? 8,7 zijn in D66, 6,1 Partij van de Arbeid, 7,4, 5,4 GroenLinks, ChristenUnie 3,3, PVV 5,1, Lokaal Hengelo 9,4. Ja! Net niet de grootste geworden, hè? Net 0,2, maar wel tweede partij, 6 zetels, dus we hebben er 1 bij. Dus dat brengt ook wel verantwoordelijkheid met zich mee. Dus ik denk dat we nu alles aan moeten doen om ook zo snel mogelijk een stabiele coalitie te gaan zoeken. En in die coalitie horen jullie ook thuis? Ja, dat lijkt me wel als tweede partij. Het begon wat klein en uiteindelijk werd het ontzettend spannend, hè? Ja, echt. Even eerste gestaan. In deze zaal zitten heel veel mensen die vandaag... Ja, fantastisch. Mooie uitslag. Keihard voor gewerkt. Dus ja, echt fantastisch. Daarom is het percentage iets meer van belang dan het aantal zetels. Het initiatief...